In deze video ga ik jullie kort laten zien hoe een pees er in de lengte uitziet in een pees dwars en hoe een pees schede eruit ziet. We gaan hiervoor een scan maken van de flexor pollicis longus. Dat is een pees die ligt ventraal op de onderarm. Die gaat hier de carpale tunnel in deze richting en maakt dan een scherpe bocht richting het laatste kootje van de duim waar die zal insereren. Dus de pees die ligt hier, gaat die kant op en ligt hier in de duimmuis ergens in de diepte. En geeft een flexie van de IP en het MCP gewricht hier. Dus bij flexie en extensie zal de pees deze translatie gaan maken. Nou, van buitenaf kunnen we die niet zien, maar met de echo kunnen we dat natuurlijk visualiseren. We plaatsen de probe dan in de lengterichting. Dus we zetten hem ongeveer in deze richting erop. En dan gaan we zoeken naar een mooie langwerpige structuur. Nou, we zagen hem al heel even voorbij komen hier. Zo, ik zal een klein beetje meer licht geven. Zo. Dus ik heb de gain iets opgedraaid. En nu hebben wij hier een mooi beeld. Nou, mocht je nog niet de pees hebben geïdentificeerd wanneer je flexie en extensie maakt, dan is het denk ik heel erg duidelijk wat de pees is. Dat is ook een van de voordelen van echo, dat je natuurlijk dynamisch kunt scannen en je kunt bewegingen in kaart brengen. Nou, hier zal ik even een mooi stilstaand plaatje maken. En gaan we even kijken wat we zien. Dus we hebben gezien, dit is de pees, die zagen we net heel mooi transleren van links naar rechts. We kunnen hem heel even opmeten. Dus dit is 3,4 mm. Dat is heel erg dun. Op het echobeeld lijkt het echter al heel erg sterk. Dus je moet je hierbij ook realiseren dat je met je echo heel erg inzoomt op weefsels. Hè. Je blaast weefsels best wel op je scherm. Dus een heel dun peesje lijkt al aardig wat op je echo. Maar het is feitelijk maar 3,4 mm dik peesje. In de pees zien we wel allerlei details. We zien hier namelijk allemaal hyperreflectieve lijnen lopen met hyporeflectieve lijntjes ertussen. Nou, alle hyperreflectieve lijnen die je hier ziet zijn reflecties van de bundels, van het bindweefsel waar de bundel uit is opgebouwd. Dus we kunnen deze pees in de lengte kunnen wij de verschillende bundels van elkaar onderscheiden. De resolutie daarvoor, dat noem je in dit geval de axiale resolutie of de spatiale resolutie. Je kunt dus je kunt onderscheid maken tussen de individuele bundeltjes en voor die beeldvorming zal ik hier ook heel even kort een metingje op doen. Dus één zo'n bundel is ongeveer 0,2 mm. Dus we kunnen tot op 0,2 mm kunnen wij de structuren van elkaar onderscheiden in de axiale richting. Dat is natuurlijk een van de voordelen van echo, dat die resolutie voor pezen heel erg hoog is. Voor de rest zien wij, zal ik nog één keer dynamisch doen, wanneer de pees flecteert, dan zie je dat de pees beweegt, maar het omliggende weefsel gaat niet mee, dat wordt niet meegetrokken. Dat komt omdat de pees hier echt in een synoviale peesschede ligt. Nou, als er niks mee aan de hand is, is die wat lastiger te zien, maar hier heb ik hem nu wel mooi in beeld. Dus we zien oppervlakkig van de pees zien we een hyperreflectieve lijn, diep van de pees een hyperreflectieve lijn. Dat is eigenlijk, zijn dat de reflecties van de peesschede. Nou, je ziet zelfs een heel dun, beetje donker hyporeflectief lijntje ertussen zitten. Nou, dat zou wat synoviaal vocht kunnen zijn in die peesschede. En in een gezonde peesschede is dat vocht zo weinig dat je het eigenlijk niet eens kunt waarnemen. Wanneer er iets met deze pees aan de hand is, dan zul je zien dat het vocht hier en het vocht daar zal gaan toenemen in diameter. En dan ziet het er niet meer mooi zo strak belijnd uit als hier. Dat wat betreft de lengte. Willen we daar dan een dwarse scan van maken? Dan plaatsen we de probe 90 graden ten opzichte van waar we net zaten. In deze richting. Ik zal hem heel even andersom zetten. Zo. Dus exact waar de pointer nu staat, dat is nu de pees. Dus als wij flexie en extensie maken, dan zien wij de pees ook wat bewegen. En als je in de pees kijkt, zie je kleine hyporeflectieve rondjes met een wit lijntje eromheen. Dat zijn tevens weer de bundels die we nu in dwarse richting zien.
Dus eigenlijk zou je dit kunnen vergelijken met het plaatje wat je in je fysiologieboek tegenkomt, waarbij je alle bundels zo uit een pees ziet komen. Dus dit is in de dwarse richting. Nou, het laatste dingetje hierover is een heel belangrijk item bij het scannen van pezen. Namelijk, er is één beeldfout die je heel veel bij pezen gaat tegenkomen en dat is anisotropie. Dat ga ik hier laten zien. Hier heb ik namelijk nu een normale pees. Ik zal de pointer even weghalen. Dus we hebben nu in midden in beeld hebben wij die flexor pollicis pees. Ziet er goed uit. Echter, wanneer ik hem met mijn probe een kanteling maak, kan ik hem volledig laten verdwijnen. En nu lijkt het wel of er een volledige ruptuur is van de pees. Dus hier hebben wij een normale pees. Een paar graden kanteling, dat is echt 5 tot 10 graden kanteling. En de pees die verdwijnt helemaal. Nou, dit fenomeen heet anisotropie. En dat komt doordat je de pees niet loodrecht aanscant. Dit moet je kunnen herkennen als anisotropie. Want vaak door onervaren echtgevissen wordt dit aangeduid als iets pathologisch.